Like deze video voor Elf on the Shelf en negeer voor de duistere Sint. Elf on the Shelf gaat mij helpen. Hij is klein en kan gemakkelijk overal naar binnen sluipen. En hopelijk kan hij het boek terugstelen van de duistere Sint. Maar dan moeten we wel eerst wat voor Elf on the Shelf doen. Ik ben Elf on the Shelf en ik ga jou helpen het boek terug te krijgen. Maar dan moet je 3 dingen voor mij doen. Nummer 1, ik wil snoep. En ze hebben hier daar de perfecte winkel voor. Een Haribo winkel. Check hoe schattig dit is. Wormsnoepjes. Elf on the Shelf is geen kat, maar... En omdat ik toch wel een beetje van hem hou, ik hoop dat hij van zuur snoep houdt. En misschien is het wel een vampier. Dit doet mij gelijk denken aan mijn Roblox skin. Ik heb denk ik nog nooit zoveel snoep meegenomen. Hoeveel snoepjes denken jullie dat hier liggen? Raad het in de reacties. En deze mogen natuurlijk niet missen. Er zijn hier zelfs snoepsleutelhangers. Maar dat is niet alles. Ik wil ook een cadeautje. Anders help ik je niet. Zou dit te eng zijn voor Elf on the Shelf? Of zou die dit leuk vinden? Dit is letterlijk een Huggy Wuggy muts, knuffel en rugtas. Eens even checken of mijn Pokémon kennis nog goed is. Bulbasaur, Charizard, Pikachu, Jolteon, Eevee. Weet jij wie dit is? Laat het weten. Zou Mario een hapje van mijn vinger nemen? Ik heb de kerstman gevonden! En die kan mij helpen om de duistere Sint te vinden. Box! Het is een standbeeld. Wauw, dankjewel. Ook al stinkt hij een beetje. Nu het laatste wat je moet doen. De grijpmachine. Welk van deze knuffels wordt een nieuwe kameraad van Elf on the Shelf? Ik moet natuurlijk proberen om met die grijphand één van deze knuffels eruit te halen. Maar uit ervaring weet ik dat die dingen echt niet goed sluiten. Dus de kans dat het lukt is misschien wel minder dan 1%. Maar ik denk dat ik voor SpongeBob of voor één van de Mario karakters ga. Dit is het moment waarop ik probeerde om een knuffel te pakken met de grijpmachine. Het was mijn eerste poging, dus je kan wel raden hoe dat afloopt. Maar ik probeerde het nog een keer. Kom op, SpongeBob! SpongeBob, alsjeblieft! 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 Yes, let's go! Oké, Elf on the Shelf mag kiezen, want ik kan wel kiezen, maar dat is meer aan de elf zelf. Oh, ik denk dat de keuze is gemaakt. En zo probeerde ik om ook Mario uit de machine te halen. Ik had hem vast, maar ik dacht dat hij ieder moment ging vallen. 3, 2, 1, en hij viel op het juiste moment. Maar begrijp me niet verkeerd, ik probeerde het nog een keer. Ik dacht, ja, het gaat weer lukken, maar toen zag ik dat dat niet het geval was. Ik moet Gerrit hebben. En je gaat het nooit geloven, maar ik pakte Gerrit en in 3, 2, 1, hij viel. Oké, ik ga het proberen met 1 hand nu. Dus ik stuur hiermee, oké, en dan naar rechts. Oké, met 1 hand, hè, dat is extra lastig. Kom op. Oké, kom op. De kracht van de camera. De kracht van de camera. De kracht van de camera. Let's go. Oh, yes, man. En toen probeerde ik ook Spider-Man mee te nemen. En tot mijn verbazing pakte ik er 2 tegelijk om ze te laten vallen. Maar dat maakte ik allemaal weer goed. Want Donkey Kong lag er nog steeds te wachten op mij. En in 3, 2, ik had hem. Oké, dit is een soort van kluis, moet het voorstellen. En je moet op het juiste moment op de rode knop drukken. Ik ga het proberen. Kijk, dus ik druk nu op deze knop. En dat moet ik iedere keer doen als die bij het gele cirkeltje zit. Dus ik klik en ik klik en ik klik. En ondertussen ben ik aan het filmen. En dat maakt het vele malen lastiger. Oké. Ik ga het een beetje versnellen. En voor je het weet had ik er nog maar 10 te gaan. 3, 2, 1. Oh, de allerlaatste. Nee. En dit was een spel waarbij ik zo snel mogelijk op knoppen moest drukken. Het was best wel intensief. Het voelde alsof ik aan het sporten was. Ook al was dat niet zo. Oké, bij deze moet je proberen een soort van toren op elkaar te stapelen. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is heel moeilijk. Oh my gosh. Ik weet dat dit veel makkelijker eruit ziet dan het is. Maar ik ga het proberen. Ah, daar ga ik al. Op dit moment had ik natuurlijk al een aantal knuffels uit de grijpmachine gewonnen. Dus voor mijn gevoel was mijn geluk op. Maar toch probeerde ik het. Als je dit namelijk voor elkaar krijgt, krijg je 1000 punten. De jackpot. En ook al leek het onmogelijk. Oh, ik heb het! Ik heb het! 1000 tickets! Ik heb de jackpot! Let's go! Dit is echt mijn geluksdag. Oh my gosh. Oké, ik moet proberen om de 1000 tickets te krijgen. Dus ik moet op tijd het mannetje lanceren via dit ding. Oké, daar gaan we. Oké, 3, 2, 1. Oh, kom op. Kom op, naar de 1000. Geef mij de 1000. Oh! Normaal lukt het me echt nooit om iets uit zo'n grijpmachine te halen. En als het me lukt, dan is het echt na 10 keer of zo. Maar deze keer haalde ik de een naar de ander eruit. Maar wat ik wel jammer vind, het zijn altijd een beetje dezelfde knuffels. En wat ik leuk zou vinden, is een creepypasta grijpmachine. Met Cartoon Cat, creepypasta's, Poppy Playtime en Rainbow Friends. Nou, dat laatste is een soort van werkelijkheid. Want check wat ik heb gevonden. Dit is de rode Rainbow Friend. Ik heb hem helaas niet kunnen grijpen. Ik heb hem in een winkel gevonden. Maar welke Rainbow Friend zou jij als knuffel willen hebben? Doe eens rustig. Oké. Hij heeft ook gewoon een jasje aan. Hoe cute is dat? Maar nu het slechte nieuws. Is het Elf on the Shelf gelukt om het boek terug te stelen van de duistere Sint? Ja.
Alleen ik heb zin in een broodje en dat is er niet. Maar het goede nieuws is dus, het is gelukt. Let's go. En je kan je wel voorstellen dat ik hier super blij mee ben. Nou, wat staat er in het boek? Dat hou ik nog even geheim. Want in de volgende video krijgen wij te horen wat de duistere Sint hiervan vindt. Dus hou dat in de gaten. En ik kon het niet laten toen ik in de winkel was. Ik bedoel, zie het zo. Ik wist niet wat Elf on the Shelf wilde hebben. Dus ik heb wat extra dingen meegenomen. Ik heb Pet Simulator niet eens echt veel gespeeld in Roblox. Maar in het echt is het best wel grappig. Ouch, een varken. Sorry. Joh, maak je deze video's om een reden te hebben om speelgoed te kopen? Nee. Oké, misschien een beetje. Ik ben nog steeds een klein kind. We zoeken natuurlijk naar de gouden. De kans is 10% volgens mij. Dat is niet veel. Oh, we hebben de haai. Wat is een goede naam voor een haai? Reageer het in de reacties. Waarom stinkt al het speelgoed? Het komt letterlijk uit de verpakking. Kijk, hier staat het. Er zijn 6 gouden te krijgen. Oké, heb ik het beste voor het laatst bewaard? Nee. Het is een koe. En volgens mij heb ik die in een andere video ook al gekregen. Elf on the Shelf is blij met zijn cadeautje. Maar ik heb voor de zekerheid wat meer gehaald. Dus ik mag deze hebben. Oh my gosh. En het mooie is, hij is super squishy. Oh, dat stinkt. Nu snap ik waarom creepers exploderen. Het zijn de explosieve scheetjes. Heb jij een naam voor de gouden creeper? Laat het weten. Heb ik net een creeper gekust? Ik heb hem zijn favoriete snoep gegeven en heb heel veel snoep over. Dit is geen promotie trouwens. Ik heb dit allemaal zelf gekocht. Dus het is aan mij. Dit zijn gummybeers. Alleen het zijn tweelingen. Tenminste, nu niet meer. Een 6. Een sneeuwpop. Ik heb deze snoepjes nog nooit gezien. Wow, dat is zacht. 7. Oh nee, moet dit echt? Mijn Roblox skin gaat hier niet blij mee zijn. Maar ik heb geen keus. Tenminste, eigenlijk wel. Oh, dat smaakt naar de meest neppe watermeloen ooit. En 4. Dit is dus al het snoep wat Elf on the Shelf niet wilde hebben. Dus nu is het van mij. Dit is een vleermuis. En hij vliegt naar mijn mond. Dat is zo zuur. Maar best wel oké. 7,5. Maar er is nog meer. Dus ik moet snel zijn. Snel zijn met het eten van deze muis. Ik heb zijn staart gegeten. Aardbeienstaart. Dat is best oké. 7. En wat is dit? Dit zijn pretzels. Deze komen dus allemaal uit letterlijk een Haribo winkel. Waar niks anders te koop was dan alleen maar snoep. En dingen die op snoep lijken. Oh. Oh my gosh. Dat is hard. Is er een tandarts in de zaal? Ik ben een tandarts. Nee, dat ben je niet. 5,5. Waarom heb ik deze eigenlijk meegenomen? Larven. Het lijken dus op wormen. Oh nee, waarom? Oké, daar gaan we. Waarom, joh? Ik neem een hapje van de andere kant. Oh, dit is echt niet lekker. Het ziet eruit als konijnenpoepjes. En zo smaken ze ook. Dit zijn kameleonnen. Kunnen die niet van kleur veranderen? Oeh. Gaat dit snoepje mij blauw maken? Eén manier om erachter te komen? Nee. Of toch wel? Ik heb overal maar 1 hapje van genomen. En ik voel me nu al niet lekker. Eet gezond. Ik heb al dit snoep nog nooit gezien. Oh, dit zijn wafels. En daar kun je dan slagroom opleggen zo. Met nog een kersje erbij. Deze ziet er wel het leukste uit tot nu toe. Maar smaakt die ook het leukste? Oeh, dit smaakt echt naar wafel. Oh nee, is dit serieus nodig? Waarom heeft Elf on the Shelf niet een andere opdracht gegeven? Oh, dit ziet er zo zuur uit. Je ziet letterlijk al die korreltjes. Dit is eigenlijk best wel lekker. Het is niet te zuur, niet te zoet. En het ziet eruit als een worm. Dat is 8,5. Oké, dit is echt gewoon super schattig. Wat zou de persoon achter de balie wel niet hebben gedacht? Toen ik in mijn eentje 20 zakjes met snoep kocht. Ik moet zeggen, ik ben sowieso niet echt een zoete kouwer. Wat is het toch met wormen vandaag? Ik ben toch geen vis? En van wormen gaan we naar krokodillen. Zouden ze allemaal een andere smaak hebben? Eén manier om daarachter te komen. Sinaasappel. Appel. Aardbei. In ieder geval, dit was best wel... Ik heb een berichtje gekregen van de duistere Sint. Abonneer voor meer. En adios.